Nou, fantastisch. Lieve collega's, ik ben echt ontroerd door het feit dat jullie in zo'n grote getalen allemaal hier naartoe zijn gekomen. Vind ik echt fantastisch. Het gaat supersnel allemaal. En nou ja, daar ben ik ook nog wel een beetje beduust van, eerlijk gezegd. Vanochtend ben ik opgestaan met een lekker ontbijtje. Jelmer die zei, jij bent nu mijn volksvertegenwoordiger. Dus hij is nu eindelijk de baas in huis, was zijn redenering. Ik wil iedereen bedanken die op me gestemd heeft. Ik weet dat er ook onder jullie een aantal zijn. Bedankt voor jullie vertrouwen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar ik wil vooral ook alle collega's bedanken waarmee ik heb samengewerkt. Het is echt moeilijk. Voor mij is het ook een dubbele dag. Een fantastisch nieuwe toekomst. En oh, wat wil ik graag naar Den Haag om de wetten beter te maken. En het geld eerlijk te verdelen. Maar ik weet ook wat ik achterlaat. En er speelt zoveel hier in Woerden. Ik weet gelukkig dat ik het achterlaat bij fantastische collega's die dat gaan regelen. Zowel in het college, mijn ontzettend lieve collega's, als alle andere collega's die hier ook staan. Dat het goed gaat komen. En gisteren fietste ik door Woerden naar mijn campagneactiviteiten. Toen kwam ik Nico tegen. En Nico die zei tegen me, ik ga niet stemmen hoor. Want hij had veel te veel aan zijn hoofd. Nico heeft een psychiatrische achtergrond. Zijn ouders van bijna 90 lagen allebei in het ziekenhuis. En hij was kwaad over de zorg die ze kregen en hoe dat liep. En toen dacht ik, lieve Nico, dat heb ik ook tegen hem gezegd, je hoeft niet op me te gaan stemmen, want ik weet dat je heel veel aan je hoofd hebt. Maar ik ga wel voor jou naar Den Haag. Ik wil het voor jou het leven beter maken. En dat is mijn diepste motivatie. Dus weet dat dat de reden is dat ik wegga uit Woerden. Na 13 jaar in Woerden, en ik heb het hier echt ontzettend naar mijn zin gehad. Zowel in de gemeenteraad 7 jaar, als wethouder 5 jaar. Maar de wereld moet nog verbeterd worden, dus ik ga naar Den Haag. Dankjewel. Ja,